Elke keer is het heel leuk. Kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben op dit moment nog steeds in Parijs, in Jardy. En ik heb hier een internationale eventingwedstrijd met Ted en Galante. En over precies anderhalf uur gaan Ted en ik ons drie-ster crossdebuut maken. Dus heel spannend. We gaan voor het eerst echt een niveautje hoger crossen. Ik heb er wel zin in, maar ik vind het natuurlijk wel super spannend. Ja, guys, welkom bij deel 2. Het spijt me dat het wat langer heeft geduurd. Het komt omdat ik op dit moment in mijn eindexamenjaar zit, midden in de eindexamens. Dus het was heel druk. Maar even om jullie geheugen op te frissen. Ik was in Jardy met Galante en Ted. Met Ted ben ik hier natuurlijk mijn drie-ster debuut aan het maken. En de dressuur ging goed. Het springen kon beter. Ook had ik al met Galante gedressuurd. En er zat nog wat spanning in de ring. Maar zeker tevreden, dus... Op naar de rest van het programma en dat is de springparcours met Galante en de cross met Ted en Galante. En het wordt echt spannend, dus ik heb er zin in en ik ben heel benieuwd hoe ze gaan aanpakken. Ik moest er even vandoor, maar ik ben weer terug hoor. Ik ga dus zo meteen met Ted van start in de cross. En dan ga ik springen met Galante en crossen met Galante. En ik ga nu heel mijn outfit aandoen. Tada! En dan is het echt zover. Dan is het echt de cross. Ik heb mijn cross outfit al bijna helemaal aan. Ik ben nummer 457. En het is niet spannend, kwestie. Het is gewoon net een tikkeltje groot niveau hoger. Oké, komt helemaal goed dit. Komt helemaal goed dit. Ah! Okay, dit zijn de laatste minuten voor de cross. Ik ben nu even de cross in gegaan, want die is momenteel bezig. Precies de klasse die ik ook moet. En dan ben ik even aan het kijken hoe het allemaal verloopt. En of de galopsprongen die ik had gelopen ook kloppen. En dan ga ik opzalen. Mama is ondertussen al aan het opzalen. En dan ga ik zo naar stal. Doen we de laatste dingetjes samen. Dan stap ik op. En dan is het mijn beurt. Why don't we say that it's too late for us now? When I blame you for the things that weigh me down. 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of her. She Wat ik nog steeds niet begrijp is dat ik altijd en heel veel mensen met oornetje rijd. Maar in Frankrijk moesten we ons oornetje afdoen, want dat mocht hier niet. De warming-up ging echt supergoed, dus dat is top. En het is nog maar een paar seconden en dan gaan Ted en ik onze eerste drie-ster cross in. Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine. Getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. Super, Casey. You make me winner. You cut me loose and set me free.
Christy, hoe ging het? Nou, voor de eerste keer driestap ben ik zo blij. Ik ging met heel veel spanning de cross in. Omdat als ik met de dressuur en spring had ik een beetje het gevoel dat we er niet helemaal in zaten. Dat gewoon niet lekker ging. En toen, toen ging ik van start in de cross. En na het eerste water, toen werden we scherp. Want de eerste waterbak ging niet vlekkeloos. Dat moet ik ook zeggen. Toen zaten we er nog niet in. En toen was ik even van, wat voor nu gaan we dat doen? En toen was die aan en toen ging het heel de cross. Ja, echt hoe ik het wilde. Gewoon fantastisch. Onze eerste dressuur debuut is uiteindelijk toch zeer geslaagd. Je hebt hem even op scherp moeten zetten. Ja, ik had hem echt even mezelf ook. Ik moest mezelf ook even wakker maken. Maar na je in de spier. Kom, we gaan nog even koelen, hè? Kom zo dan. Ik zit nu weer in de cross, want na het succes van de 3-ster is het gelijk weer de focus op de 2-ster. Dus dat ga ik nu doen en dan kan ik de cross van Galante daarna. Het lastige is dat de cross van Ted net ietsje anders is dan Galante. Dus je gaat de hele tijd bijna verkeerd. Dus ik moet echt nog even goed het plan. En kijk, de 3-ster is nu nog bezig. Maar goed, we gaan dit nog even focussen op de 2-ster en dan kan ik met Galante van start. Start van het springparcours. Binnen is 1, recht naar de Eiffeltoren. Hebben we er zin in? Ja, heel veel zin. Want dit is je tweede 2-ster voor ons allebei, hè? Ja. Spannend. Zin in. Oké. Ben je er klaar voor dan? Ja. The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive.
eigenlijk wel een goed rondje. Ik had helaas één balk. Maar dat was mijn eigen fout en verder deed ze het super goed. Dus ik kan haar niks kwalijk nemen. Ondanks dat ze heel veel zin erin had en heel heet werd, vind ik dat alleen maar fijn. En ja, ik reed die oxen gewoon veel te veel open. Dus dat was mijn eigen fout. Doei doei! Wie had je, Christy? Ik had opa aan de lijn. Opa was heel trots op mij en hij wenst me heel veel succes met Grant. Is hier lekker een eitje voor jou? Oeh. Moet je even een beetje naar voren eten. Niet nu nog even Judith bellen. Oh ja, moet het eerst maar. Eerst nog even iedereen bellen, dan eten. Chantal, happy moederdag! Ah! Dan nou weer. Ah. Ik denk die heeft wel moederdag vergeten. Oh ja. Nee, deze heeft vannacht gekleid. Vannacht gekleid. Wij hebben ook nog iets. Oh, we hebben jullie niet met z'n tweeën bekokstoofd. Foto van ons, hè? Jij medeplichtig of zo. 24/7 ook groomcoach, trainer, mental coach, cameravrouw, videograaf, vrachtwagenchauffeur, taxichauffeur, eventmanager, webshopmedewerker, beste vriendin. Oh, lief! I wanna see you and me on a bird fly away. And I hope to see your smile. Ik heb dus net gesprongen en ja, het was eigenlijk wel een heel fijn rondje. Weet je wat heel vaak is? Heel vaak hebben natuurlijk ook mensen gewoon kant-en-klare paarden. Maar bij ons is het natuurlijk omdat mijn eigen opa's een fok dat we ze echt zelf moeten opleiden. En de ene keer is het heel leuk, want er zitten super veel goeie tussen. En de andere keer is het wat minder, want dan moet je ook met mindere paarden aan de gang. Nou, Galant is een super gaaf paard. Maar doordat ik die helemaal zelf moet opleiden, zit er gewoon kei veel werk in. En ja, dat kom je nu tegen. Je bent nu echt aan het opleiden. Een paard heeft nog spanning in de ring. Hij is nog niet helemaal er doorheen soms. En dat ben ik nu mee bezig. En straks is dat dan een kant-en-klaar paard. En dan kan ik er zelf van profiteren. Maar die stap, die moet ik zelf nog wel maken. En ja, dat ben ik nu heel goed aan het doen in de springring. Dus het was eigenlijk een heel leerzaam rondje. En ik heb nu mijn cross-outfit al aan. Want ik ga nog een paar mensen in de cross kijken. En dan is het onze crossbeurt alweer. Van Ant, en dan moeten we alweer crossen. Parapapampampam, wortel. Ik wilde paprika zeggen, maar het is toch echt een wortel aan geland, hè? Lekker, hè? Kijk, dit noemen we dus weer omkoperij voor straks. Mijn grootste geheim is, als je goed wil rijden, koop je paarden gewoon om. Want zo werkt het al heel lang bij mij. Als straks slecht gaat in de cross, dan gaat dus niemand meer een wortel geven voor de cross aan een paard. En ik gaan onze tweede tweestekcross in Jardin, Frankrijk. Heel ver weg van huis. Dus het laatste onderdeel van deze wedstrijd. En ik heb eigenlijk wel gewoon. Ja, ik ga er wel met vertrouwen in. Dus ik hoop dat het goed komt. En ja, ik vind het natuurlijk niet makkelijk. Maar ik ga gewoon goed rijden. En ik ga ook een beetje proberen te genieten. Hè, meisje? Ja. From a different star, flying over streets and our broken hearts, but they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Oh, getting caught in the mist, there's a man that they'll never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we go and we run to the end and we run without shame. Kijk, dit is echt nog wel opleiden. Want Galant heeft natuurlijk nog weinig ervaring. Maar
ondanks dat het opleiden was, keek ze al zo goed mee als een ervaren paard. Echt, ja, dat is toch wel echt een beetje als eventing paard geboren worden. En zoveel overzicht, zoveel kwaliteit, zoveel vermogen. Het is de enige waar ik nog moet aan werken is een beetje de conditie in de galopperen. Ze galoppeert nog heel zwaar, dus heeft het op het einde echt wel heel, ja, heel moeilijk. En het is nog een korte cross. En straks heb je ook nog een lange tweestart. Dus conditie moeten we nog aan werken. Ik, nu een klein beetje ook, want ik ben een beetje buiten adem. Maar goed, ik doe daaraan werken. Nu met, nog met galanten, maar hoe ze aanpakten, geen woorden. Echt top. Super, alle smalletjes goed. Alle schuine lijnen, ze kijkt mee. Top cross. Echt, echt zo blij. Ik ga jullie wel even eerlijk vertellen dat deze wedstrijd voor mij een en al stress was. Puur omdat ik nog 1 week, 6 dagen heb voor mijn eindexamens. En ik keihard moet leren op de haven om te slagen. Nou ja, deze wedstrijd kon ik niet missen als ik natuurlijk gewoon in mijn vorm wil komen voor dit seizoen. En ja, ik ga dat niet uit handen geven, want ik wil dat gewoon. Dus ik wilde deze wedstrijd rijden, anders kon ik een goed seizoen wel vergeten voor mijn gevoel. Dus we hebben besloten er wel heen te gaan. Maar dat betekent dat ik nou de volgende week, na zo'n zware wedstrijd, dat mentaal en fysiek echt zwaar is, dat ik gewoon 6 dagen volle bak 3 weken lang moet gaan blokken. De komende 6 dagen heb ik dan mijn eerste eindexamen. Dat is bedrijfseconomie. Dan heb ik 3 weken volle bak blokken. En dan heb ik alle examens gehad. En dan heb ik gelijk Renswoude internationaal. Dus dat wordt echt, ja, ook nog trainen tussendoor. Dus ik weet niet hoe ik de komende maand ga overleven. Ik ga alvast zeggen, ik ga echt geen video's maken. Ik ga heel weinig op Insta zetten. En dat doe ik echt niet meer voor de lol, want ik vind dit het allerleukste wat het is. Maar ik zou het verschrikkelijk vinden als ik nog een jaar over moet doen. En ja, nu de webshop erbij is gekomen waar echt zoveel bestellingen per dag zijn, is het gewoon echt niet te doen om deze maand daar ook nog op te focussen. Dus het wordt even een maand strijden en ja, ik hoop daarna met heel veel leuke content terug te komen en een HAVO-diploma. Wat ik op dit moment nogal somber inzie, want het is zo hard pikkelen voor mij op de HAVO. En ja, ik heb gewoon nou deze week helemaal niks kunnen doen. Echt helemaal niks. Oh, ik zie dat ik lekker zo deed en heel mijn kin is vies. In ieder geval, ik ga de paard slaaien, dus tot zo. Ik ga nu mijn paspoort ophalen en dan kunnen we weer naar huis. Thank you very much. Thank you very much. I will come back next year. Thank you. Bye. Elke wedstrijd is het dan weer zo domper als je je paarden moet gaan halen en weer helemaal naar huis moet. Zeker als je nu van zo'n ver stuk nog naar huis moet. Maar helaas ook dat erbij. En na zo'n fijne, nou ja, niet mega succesvolle, maar wel hele leerzame internationale wedstrijd, ga ik toch met geheven hoofd naar huis. En met opgeheven hoofd naar huis. En natuurlijk had ik het beter gewild, maar het kan niet altijd. Dus op naar de volgende. Jongens, niet ruzie maken. Stap je naar achter. Nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet te abonneren. Wij gaan nu weer lekker naar Nederland reizen. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Kom jongens, nog even een doei zeggen. Kom, kom, kom. Geef deze vlog een blauw duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Doei, doei. Kusjes. Kom, doe nog een kusje. En dan doe je zo dat ik hem mis.